Wat als je techniekonderwijs niet verdeelt over alle basisscholen in Meppel, maar concentreert op één plek? Kunnen we dan niet een heel moderne plek vol mooie spullen maken? Dat bedachten de scholen deze zomer. Met succes, want vandaag is het laboratorium geopend voor de leerlingen. Kijk, en dan kunnen we deze zometeen uit hout snijden. Dat doet de machine dan. Met een laser. Is de machine heet? Nou, hij zit gelukkig dicht. En de rook die eraf komt, die wordt door een buis, door het filter gedaan. En dan naar buiten. Figuurzagen, maar dan met een moderne lasersnijder. Het is een van de gloednieuwe mogelijkheden van de basisscholen in Meppel. Daar is een laboratorium gebouwd waar de kinderen al volop van genieten. Ik vind het hier een stuk leuker dan op de normale basisschool. Wat maakt het zo leuk? Nou, je kan allemaal dingen doen en zo. En dat is precies de bedoeling van deze meester. Kinderen op een leuke manier in aanraking brengen met techniek. Mag jij met je groepje hier naartoe? We hebben twee oude klaslokalen helemaal omgebouwd tot de modernste lokalen van Meppel en omstreken. Om ze te laten zien, wat is media? Hoe kan je creatief zijn? Want dat is steeds belangrijker om ook later creatief aan de slag te gaan. Om te kunnen programmeren, met techniek aan de slag te gaan. Zowel met een hamer, gewoon slaan, maar ook met een lasercutter te werken. Dus dat je met verschillende technieken kunt werken. En we hebben een sciencehoek waar ze proefjes kunnen doen onder andere. Het lokaal is betaald uit het techniekbudget van alle christelijke basisscholen samen. Het laboratorium zal ook buiten schooluren geopend zijn. Het leuke is, je merkt dat kinderen die zijn hier geweest met de klas en die zijn eigenlijk nog niet klaar of die willen nog meer. En dat kan dus ook doordat ze gewoon op vrijdagmiddag binnen kunnen lopen en verder kunnen gaan met het Lego bouwen of met een filmpje maken. En dat willen we faciliteren. We zijn het middelpunt van de wijk. We zorgen ervoor dat kinderen zich hier uitgedaagd voelen. En andere kinderen hiermee naartoe nemen, dat zien de leerlingen wel zitten. Omdat ik ook heel wil laten zien hoe leuk deze plek is en hoe leuk het eigenlijk is om dingen te ontdekken, zeg maar. En wat is dan het eerste wat je ze gaat laten zien? De lavalamp.